zo'n lekkere meeblerplaat dit. Aan de lijn heb ik onder andere Boy Jansen. Boy, een goede middag. Goedemiddag, Erik-Jan. Goedemiddag. Ik heb ook Tom van Os heb ik aan de lijn. Tom, goedemiddag. Goedemiddag, Erik-Jan. Maar ja, dit moet voor jullie beiden een klein beetje pijn doen. Ik weet niet, ik hoor het dadelijk wel. Maar ik heb ook de nummer 1 van de Brabantse kampioenschap. Tom praat aan de lijn. Berry Knapen, goedemiddag. Ik zeg goedemiddag. Hey, gefeliciteerd, Berry. Dank je. Gisteravond in de Hof naar de Valkenswaard was daar de 54e editie van de Brabantse kampioenschap Tom praten. En ik heb gewoon de nummer 1, 2 en 3 aan de lijn. Daar ben ik hartstikke trots op. Ja, Berry, jou even toch natuurlijk even de eerste podiumplek ook in dit programma. Was het makkelijk of moeilijk? Was het moeilijk. Moeilijke vraag, vind ik altijd. Nou, ik had gewoon een leuk verhaal en ik had verder de rest echt niet gezien. Ja. Althans, Tom zat voor mij, hij is in het top, ver voor mij, laat ik zo zeggen, ik was zesde. Ja. En ik hoorde in ieder geval dat Tom heel goed ging en daar heb ik nog gefeliciteerd daarvoor. Ja. En het ging super. Ja. Ja. En Boy zat achter mij en ja, en dan is het even afwachten hoe het allemaal uitpakt natuurlijk. Ja, hè? Ja, ja, ja. Maar het ging heel lekker in ieder geval, dus ik was heel tevreden. Ja. Ja. Harry van de overkant van INF, dat was je tipje gisteren. Lijkt me wel spannend. Ja. Jullie hebben wel een hele gebroederlijke samenwerking altijd toch wel. Er is natuurlijk wel een stukje competitie, maar toch, Boy Jansen, is het wel leuk volgens mij om het... Zeker. Ja. Nee, is het. Het is een mooi clubje, ongeregeld bij elkaar. Hè? En samen maak je de avond. Ja. Ja. Jammer dat Berk Knapen weer bij dat clubje zit, maar voor de rest... Ja. Tom van Os, jij als als jong aanstormend talent die de laatste jaren als een tierenlier ook mee gaat. Hoe is het dan tussen twee van die grote namen te staan op de tweede plek? Ja, heerlijk, hè? Dat is gewoon fijn dat je dan als tweede wordt, dat je dan een groot naam voorbij gaat. En dan met de publieksprijs gaat er ook weer even voorbij. Hey. Dat is toch wel genieten. Dat is toch hartstikke mooi. Nou, had je wel gekozen voor een makkelijk iets. Je ging voor de bruid. Die denkt, als ik nou de bruid doe, dan kan ik van iedereen de bruid zijn natuurlijk. Ja, goed. Je moet een typetje meedoen, hè. Ja. Maar ik heb er geen spijt van gehad. Dus het is helemaal goed uitgepakt. Ja, ja, ja. Is het voor jou nog steeds een droom die uitkomt, Tom? Als je dat zo als gisteravond weer mee mag maken. Ja, zeker. Dat is gewoon genieten. Ja. Zeker vandaag ook. Hoe het telefoon al twee keer aan op waren moeten hangen. Zoveel berichtjes hebben we gekregen. Ja, ongelooflijk. Jullie lieten met z'n drieën. Rob Bouwman, Hans Eikemans, Pieter Maas, Rien van Genuichten. Iveke? Hoe spreekt dat uit, Boy? Iveke. Achter je. Hoe was de zaal? Was die een beetje warm? Ik vond de zaal was prachtig. Weet je wel, vroeger dat het was? Ja, Tom helemaal enthousiast. Boy, hoe was de zaal? Nou, met de finale is altijd wel zo. Het is een kritisch publiek met de finale. Hè? Dus er zitten veel collega's binnen, veel grote liefhebbers. Ja. Dus ik vind de finale is altijd wel de kritische avond van het hele weekend. Ja. En je merkte dat ze ook even moesten wennen aan de nieuwe locatie, heb ik het idee. Ja. Maar ondanks dat was het wel heel erg plezierig. Ja, absoluut. Ik heb een keer met de camera bij jou in de auto gezeten. Toen mocht ik een avondje mee. Gingen we allerlei optredens af. En toen achteraf zei je ook... Nou, dit was nou wat je noemt een lauwe zaal. En toen zei je, dit was nou een warme zaal. Was lekker om te werken. Ik heb er echt gezet. Maar je hebt ook wel eens een keer een zaaltje gehad. Ja, hier moest het echt nog even loskomen. Koude zaal. Ja. Jammer. Moet ik de volgende keer... Ja, je merkte gisteren van ik slaap dat de gasprijs omhoog is, zullen we zeggen. Berry, wat ik me nou afvraag. Ja. Typetje, blijf je nou telkens aan het typetje toch nog werken? Of is het gewoon, nee, dit is het verhaal, dit is wat ik breng. Er komt geen idee ineens daarboven wat je dan toch nog even erin toevoegt. Ja, nou dat is wel, ja. Want dat wordt echt wel gedaan. Want kijk, er sowieso de voorrondes van deze finale hebben wij bijna een jaar geleden gespeeld al. Hè? Mm-hmm. Dat is half november. Kun je nagaan? Half november, ja, dat is 10 maanden geleden. Ja. En toen ging dus de finale niet door vanwege het bekende corona gebeuren natuurlijk. Ja, ja. Dus, en ik had toen in die voorrondes heb ik best wel andere elementen erin gehad dan dat ik nu heb, zeg maar. Want dat paste niet meer helemaal in het verhaal van nu, omdat er sommige dingen gedateerd waren. Ja. Dus ik voeg er dingen naartoe en dan kan me dit typetje ook vrij gemakkelijk. Ik kan dan allerlei dingen toevoegen. Ja. Andere dingen die dan zeg maar gedateerd zijn, kan ik weer eruit halen. Ja, dus, ja. Dat is toch wel makkelijk inderdaad. Ja. Dat doe ik ook wel bewust. Het bestuur is nog in overleg om daarvoor te disqualificeren. Ja, precies. Ja. Nou moet ik wel zeggen, Berry, ik gun hem jou misschien eigenlijk... Ja, sorry Tom en Boy. Ik gun hem jou zo, weet je waarom? Omdat ik weet dat vooral van de corona, de eerste maanden, jij kreeg het echt zwaar. Je agenda ging leeg. Ja.
Ja. Jij had echt even een behoorlijke dip. Je hebt er echt wel even een beetje doorheen moeten ploeteren. Je hebt echt afgeteld en toen mochten we weer beginnen. En toen weer half en toe weer niet te wanhoop was bijna af en toe van je gezicht te lezen. Ja, ik vond het echt heftig. Ja. Ik vond het heftig. Vooral het feit dat je dan kijkt. De eerste is mijn kostwinning. Hè, dus dat het eerste voelt in de portemonnee zeg maar van de goeie. Ja. En de andere kant was zo, het is wel mijn passie. En het is hoe ik dag me doorkom met optreden, zeg maar, en dingen voorbereiden en al wat eromheen hangt. Ja, dus ja, dan zat ik eigenlijk letterlijk op de bank te zitten, zeg maar. Te veken op de midden door te kijken. Dus nee, dat was niet mijn ding. Maar ik heb Boy niet hoeven te bellen. Van nee. Dat zou heel erg triesten. Maar even jouw eerste zin, die gaat nog na. Je zegt, ja, vul me de portemonnee voor een goeie. Ja, de kachel moet ook branden. Roken. Roken moet hij, vooral. Ja. Roken, ja. Ik vind het hartstikke gaaf voor jullie alle drie. Ik wil jullie toch alle drie mee. Ook Diane natuurlijk. Hè, ja, Diane. Zeker. Ik ben hartstikke trots. Hoe krijg je het toch voor elkaar als alle drie tegelijk? Vraag ze niet, je hebt toch niet Boy aan de lijn? Of zegt Boy niet, je hebt toch niet die ton gebeld? Hè? Nee, ze zijn alle drie altijd meteen enthousiast. Ja, oh, dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Ja. Ja, dank de vol heren. Vanavond, gaat er nog iets gebeuren dit weekend? Ja, optreden weer. Hè. Wij hebben dus die gala's nou. Hè. Twee gala en morgenmiddag, de matinee. Ja. Dus we zien elkaar alle acht weer. En we gaan morgenmiddag gaan we nog met z'n allen uit eten. Dat wordt dan aangeboden door de stichting. Ja. En dan gaan we z'n allen en met partner uit eten. Tussen de twee voorstellingen door, zeg maar. En hartstikke gezellig. En we hebben een rol. En wat je ook zelf gezegd, allemaal heel gemoedelijk onder elkaar. Kijk, er is een finale en daar hoort het natuurlijk bij. Maar de rest is gewoon gemoedelijk en hebben we lol. En daar gaat het om. Daar gaat het om. Ik vind het heerlijk voor jullie alle drie dat jullie lekker los kunnen op het podium. Ik kan niet wachten om een keer bij jullie te komen kijken. Echt. Doe dat. Ja, dat gaan we zeker doen. Boy Jans, mag je danken. En bij de kaarten vanmiddag, vanavond. Okay. En waar kunnen we die vinden? Brabantkampioenschap.tonpraten.nl. Kijk, dat is even. Dat doet hij wel weer goed, Berry, hè? Dat doet hij heel goed. Ja, goed. Nou ben ik benieuwd of je vanavond in de zaal zit, Erik-Jan. Ja, even kijken of dat gaat lukken. Ja, ook wij zijn weer druk natuurlijk. Oh, ik kan het allemaal terug. Hey, ik ga jullie een hele fijne dag wensen en heel veel plezier. Genieten van met elkaar en we zien jullie binnenkort wel een keer in de studio. Goed? Dank je. Doei. Dag Boy, dag Tom en dag Berry. Hoi. Hallo. Leuk, hè? Heerlijk voor ze.